voel me wel heel erg beschermd zo. Ja, maar echt. Hallo allemaal. Hallo. Wat leuk dat jullie kijken. Super. En welkom bij de Scovillains. Ik heb dat geplaybacked. Ja, nou, dat ik is beter. Ik heb dat beter. Zie je niet. We hebben deze keer, dit keer, onze followers laten stemmen. Onze vrienden. Onze fans die mochten stemmen. Ik heb hier zo geen zin in. Die mochten stemmen op welke challenge we gingen doen. En zoals jullie zien, de One Chip Challenge. De One Chip. Pakkie. Ja, volgens mij is het pakkie. Daarom zit het ook in zo'n leuk pakkie. Ja, in een heel mooi doosje in de vorm. Daarom zit het in zo'n leuk pakkie. Oh, lekker. Dus zo, deze. Ja. Dus, de One Chip Challenge. Komt er eigenlijk volgens mij op neer, doosje openmaken, chipje uitpakken. In one bite, everybody knows the rules. Deze moet trouwens in één take opgenomen worden. Dus we gaan niet heel veel woorden meer aan vuil maken. En ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen. Ja. Qua Scoville units, heat units. Dus dit is op 9 miljoen. Oké. Okay. Ja. 9 miljoen is daar. Hier. Dat is dus ik weet daar. Niet of het nog een beeld is trouwens. Ja. Om een vergelijking te geven. Een habanero. Een jalapeno heeft ongeveer 8000 Scoville units, heat units. Deze is 9 miljoen, dus dat is 11.000 keer ongeveer. 12.000 keer zo heet. Dit is gewoon niet dit. Kan is ik, niet kan ik goed rekenen? Ik ga hem openmaken. Ja, ik wil hem ook openmaken. Inside one extremely hot tortilla chip. Oh, het is er maar één ook. One extremely hot tortilla chip. De binnenkant. Oh, kijk. One chip challenge. You versus the Reaper. What to expect? Made with Carolina Reaper pepper, scorpion pepper, Sichuan peppercorn. This chip was created for the sheer pleasure of intense heat and pain. Nu? Hij is in 5 rondes verdeeld. Ik ga het even proberen. Oh, hier staat het. Nou ja, er staat dus inderdaad. Als je 5 minuten zonder kan, dan ben je featherweight. Als je 10 minuten kan, ben je lightweight. 30 minuten is middleweight. En als je meer dan een uur zonder te drinken kan, maar dan is de telefoon denk ik leeg. Dus dat kan sowieso niet. De zonneverlichting. Oh, dan moeten we alles uitzetten dan? Rules for the challenge. Eat the entire chip. Wait as long as possible before drinking or eating anything. Post your reaction on social media. Any last words? Ja, dat staat eronder. Ik ga hem openmaken. Niet aan je ogen zitten hierna. Ik hoop dat het te zien is. Ik heb al 2 stukjes al. Ik heb meerdere stukjes al. Hij is gewoon zwart. Zwart. Hij is gewoon echt zwart. Niet te veel met je handen eraan zitten, hè? Denk ik. Ik schud het gewoon uit het zakje, denk ik. Ja, ik leg het gewoon allemaal op elkaar en ik stop het hele chipje in één keer in mijn mond. Wat heb je? Oh. Het ruikt ook al gewoon. Oké. Je moet met dat poeder wat aan je vingers zit, moet je in je ogen. Dat is de extra challenge. Als je dat doet, dan heb je gewonnen. Dan heb je van iedereen gewonnen. Ben je er klaar voor? Nee, ik zie helemaal niet wat er in het zakje zit bij mij. Er zitten chips in. Ik ben bang, oké? Schiet er gewoon op. Hoe erg kan dat zijn? Oh, is dit het? Kijk. Ik word een pop. Ik doe gewoon dit in één keer in mijn mond helemaal. Proost. Proost. En veel plezier. En jij. Kijk eens. Ik ben de kaas gegeten. Oké. Okay. Zullen we meteen al even een beoordeling doen? Ja, ik heb poeder aan mijn vinger. Je hebt tranen ogen. One extremely hot tortilla chip. Als dit geen buikpijn wordt, dan weet ik het ook niet meer. Oh, echt leuk. Woo!
Ik heb zoveel tranen in mijn ogen dat mijn lens in mijn ogen uitzwemmen gewoon. Ik dacht echt dat het één chipje was bij mij, dat het maar gewoon één stuk was. Hij was een stuk. Als je niet de zee over hoeft, dan heb ik hem. Oké. Lekker. Ik heb best wel veel slijm in mijn mond. Meer dan normaal. Ik vind je normaal wel slijmer tussen. Waarom? Nou ja, tot nu toe moet ik zeggen. Is dat al niet dat, papi? Net 5 minuten al om? Ja. Ik denk dat hij straks gewoon buikpijn gaat geven. Dat ik, is denk, ik weet het wel vrij zeker dat hij buikpijn geeft. Want in mijn mond, qua pittigheid. Als ik het vergelijk met de Bon Insanity, nee, dit is niet zo heet. Nee. Anders heet. En het voordeel ook is denk ik dat bij niet vloeibare substanties, zoals een chip, dat de zweetrating ook lager ligt. Ja, het zweet valt eigenlijk heel erg tegen. Ik voel wel zeg maar wat opkomen. Ik zie het ook bij jou. Ik zie het ook bij jou. Ik dacht dat jij zo lenzen wegvloeidingen had, maar goed, maakt allemaal niet uit. Hij is ook in 5 rondes verdeeld, hè? 4. 5. Round 1, a spicy punch to the tongue. Nou, dat spicy punch to the tongue. Dat heb ik wel. 2, a fiery jab to the face. Ik heb wel, ik voel hier ook. Nou, oké. Ah. Round 3, impaired vision from tears. Dat had ik al vrij snel. Round 4, a low blow to the gut. Dat komt nog denk ik. Oké, maar dat is pas na een uur of zo, ja. Hoop ik. En rond 5 is een KO, maar dat is die KO. Oh ja, jongens, luister, nu we het toch over hebben. Als jullie onze content leuk vinden, abonneer dan op ons YouTube kanaal. Zeker. Van de Scovillains. Volg ons ook op Facebook, geef ons likes. Volg ons op Instagram en op TikTok. Miljoen Scoville units. Hoe? Wacht even. Hoe? Er moet dus eigenlijk een aparte Scoville unit schaal komen voor saus. Saus. Pepers. En andere soorten. En met pepers bedoelen we annuum of chinense of capsium, dat soort termen. Want de Bon Insanity, die je hierboven kan terugkijken, die was 135.000. Nou, daar ging ik bijna dood aan, letterlijk. Ja. Daar zit capsaicine extract in, of tenminste in ieder geval extract. Die was echt heftig. En die voelde ik ook nu al. Ik heb nu heel goed gekauwd op deze. Ik weet dat er extract op zit waar die helemaal is ingerold en zo. Ik denk dat we dat poeder nog wel een keer kunnen gebruiken om iemand pijn mee te doen. Je ruikt meteen de Reaper poeder, komt je echt tegemoet gewoon. Bij hierbij, ja. Ja, ik heb wel zweetdruppels nu op mijn hoofd. Dat weet ik nog niet. Als je eraan ruikt. Hé? Als je eraan ruikt. Niet zo bang. Ik check die rijden. Ja, sorry. We hadden echt een superleuk filmpje verwacht. Jullie misschien ook. Maar we gaan gewoon allebei niet dood. Zullen we gewoon wachten tot ik buikpijn krijg? Want dat is altijd wel heftig. Ja, maar ik moet wel gewoon eten thuis. Zo. Ja. Dus. We hebben nog niet echt beoordeeld, hè? Voor de pittigheid. Ja, wat geef jij voor de pittigheid? Ja, voor de pittigheid. En 3,5. Nou nee, dat is niet waar. Hey, mijn 3,5. Ja, maar ten opzichte van wat? Je hebt sambals meer gegeven dan dit. Dat gaat niet, schat. Is jouw mening. Ik vind het. Dit heeft wel een 7,5, 7,4 qua pittigheid.
Alleen ik verwachtte een 1000 of zo. Ja, dat is het ook misschien. Ik denk dat het een teleurstelling is. Ik verwachtte 1000 of 9 miljoen in ieder geval. En ik kreeg misschien een pittige Samba Oelek. Ik heb wel suizende oren, maar dat is volgens mij natuurlijk. Ik heb hier, ik heb mijn kaak en mijn mond op pijn. Maar ik heb geen hoofdpijn. Wat ik met die sauzes wel krijg, heb ik hier dus niet. Nee. Oké. Qua smaak, ja, het is gewoon een mix van pittige poeders. Ja. dat is het. Ik vind en smaak hoef je het niet voor te doen. Ik geef hem een half voor de smaak. Ik zou geen zak chips op de bank leggen. Jij wel. Jammer. Eerlijk gezegd. Voor de zweting? Zweting. Ik geef hem een 1, want ik zweet. Ik ben echt wel warm, maar ik ben kurkdroog. Voor mijn doen is dat echt droog, dit. Ik ben gewoon droog. Ik heb dat niet. Ik heb een 4 gegeven. Ik zei, ik moet eerlijk zijn, ik heb een 4. Oh, je hebt 4, ja. Maakt niet uit dat je niet naar me luistert. Oké. Is het een geluidsscherm? Goed, wat? Dus, de Pakkie One Chip Challenge. Uit 2020 moet ik wel zeggen, want er was daarvoor nog een andere chip. Ja, dat klopt. En die was gewoon een normale kleur. Deze is wel redelijk zwart. Ja. De andere had gewoon een wat meer chipachtige kleur. Ja. Ik vind hem tegenvallen. Ja, ik vond hem ook echt tegenvallen. Ik voel nog niks in mijn buik. Het kan nog komen. Misschien dat we weer straks een stukje hebben met a few moments later. Goed kan ik die, hè? Ja, heel goed. Ja, dank je. Mochten we nou hierna nog echt last hiervan krijgen, wat dan ook, dan zullen we het absoluut erin zetten. En anders voor als je echt een pittige challenge wil, ja, moet je niet deze nemen. Dit is wel een hele leuke prank trouwens. Deze chip bestellen en dan een beetje verkruimelen, dan in andere soort van donkergekleurde chips gooien en dan kijken wat er gebeurt. Hebben meerdere mensen al gedaan. En dan niet ons de schuld geven. Een origineel idee is ofzo. Ik denk dat dit hem al is. Ik vind het heel naar. De Pakkie One Chip Challenge, de hottest show. Lekker praten met woorden dan. Lekker praten, Dennis. De Pakkie One Chip Challenge, de hottest chip in the world, valt tegen. Het zal best de hottest chip in the world zijn, maar... Ja, en sommige mensen zullen er misschien heel slecht op gaan, maar er staat warning, it hurts like hell. Nou, dan zou ik het helemaal niet erg vinden om dat te zijn, want ik heb in de sauna gezeten en die is warmer. Nee, ik voel het tegen. Jammer. Sorry. Jammer. Maar toch, bedankt voor het kijken. Maar. Super tof. Vergeet niet te abonneren. Abonneren. Vergeet niet te volgen op Facebook, op Instagram. Wat hebben we nog meer? En vergeet maar niet. Het is goed dat scherm is, maar nou, ik heb dat echt gesproken. Je hebt echt helemaal gesproken. Ja, nou, lekker. En eigenlijk het belangrijkste, vergeet niet. Stay spicy.